Helaas was de date niet helemaal goed gegaan. Dit is serieus zo lekker. Nou, ik lach wel, want ik vind het eigenlijk helemaal niet waar. Nee, hè? Dit is echt vreselijk. Een nieuwe week. Een nieuwe vlog. En het is niet zondag. Het is zelfs niet eens maandag. Het is alweer dinsdag. We zijn zo extreem druk geweest. Gisteren alleen maar aan het editen. Ga maar door en voor Koningsdag moet het gewoon klaar zijn. Ik laat jullie zo even zien waar we mee bezig zijn. Elias gaat lekker naar school. Lamero gaat ze op de fiets. Vienna, lekker lopend hè? Even gaan een spandoekje in elkaar knutselen. Voor Koningsdag. Ja, kun je aan het hek hangen. Ja. Kunnen mensen scannen, kunnen ze snel naar de Instagram van Garage Verko Barneveld. Of naar ons YouTube kanaal. Ja, en die hangt dan aan het hek. En die zal dan ook elke donderdag aan het hek komen te hangen als wij dus open zijn. Ik ga zo meteen een uurtje editen. Ik denk niet dat die dan al af is, maar dan ben ik weer een stukje verder. Dit allemaal prijzen, uitzoeken, de katten verzorgen, even langs de markt. Sienna kennen jullie misschien nog wel. Ze is nog een keer bij ons aan het logeren. Helaas was de date niet helemaal goed gegaan. Het leek wel alsof het goed was gegaan, maar helaas toch niet zwanger. Ik heb heel goed gevoel bij deze keer. Ja? Ik ben lekker gezellig. Alles gaat goed. Rio vindt jou ook heel interessant. Dus over 9 weekjes hoop ik voor Patrick en Anouk dat er baby's zijn. En tussendoor maken we ook nog heel snel even foto's van deze schatjes. We hebben namelijk een Instagram voor de Rekdols. En daar hebben we nog niet eens op gepost dat ze zijn geboren. Zo druk zijn we. Dus maak even een fotootje. We hebben deze foto's alleen met de kittens van Cuba gedaan. Omdat die van Nairobi het gewoon nog veel te spannend vonden. Volgende week die van Nairobi. Ik was in het dorp om dingen te kopen waarmee ik kleding kan prijzen. Dus etiketjes, zeg maar. Alleen ik kon het helaas niet vinden. Ik had de moed al opgegeven, maar ik liep nog 1 winkel in. Ze hadden deze prijstekst, dus dat wordt perfect. Ik kan zeker 100 kledingstukken gaan prijzen nu, dus daar ben ik heel blij mee. Lamerootje is er natuurlijk ook weer bij. Net accordeon gespeeld. Ja. Helaas geen goed nieuws gebracht, hè? Ja. Want Lamero en ik hadden het erover van, wil je nog door met accordeonles straks als je naar de hogeschool gaat? Wat hebben we besloten? Nee. Wordt te veel, hè? Ja. Dan kan je lekker even dit jaar rustig wennen daar op school. En dan zien we daarna wel weer, toch? Ja. Nu ga ik even eten pakken uit de kelder. Het zal ook weer eens niet. Hoe gaat het hier? Goed. Ja. Kijk wel. Wat is er dan gebeurd met je koppie? Er zit heel veel zand opgekomen. Ik zie het niet goed. Hier zo. Ziet een beetje hier. En kijk eens wat Sjana, ik heb goed geholpen. En jij hebt een dierenartsdiploma. Wat goed, Sienna. En kijk. Wow, nee. Oma gaat nog steeds door. We hebben nog maar een klein stukje te gaan. En dan kunnen we eindelijk prijzen, uitzoeken. Dat soort dingen. Want dan is het buiten allemaal klaar. Als je denkt, het kan niet netter, gaat Ben nog eventjes de heg snoeien. Wel gezellig, wel veel werk. Kijk dus, moeten we dat bord niet kopen, die 50. Zeg mama, jij bent bijna 50. Nou, gelukkig duurt het nog even, maar aan de andere kant, als je erover na gaat denken, duurt het ook niet zo lang meer. Als we het maar halen, hè, dat is het belangrijkste. Vind ik. De messen zijn een beetje bot, dus hij heeft nu alweer spijt dat hij is begonnen. Hey, joekel. Hey. Dit is echt genieten. Ik moet dit stukje nog. En dat ding stopt ermee. Het gaat ook nog regenen hebben, hè? We stoppen ermee, hè? Ja. We zijn er helemaal klaar mee. Gaan we opruimen. Morgen weer een dag. Het is woensdag. Jij bent natuurlijk weer vrij. Wat zijn wij aan het doen? Prijs. Ja, hier heb je nou net een stickertje opgedaan. Dus we gaan zo even nog meer dozen pakken. Gaan we zoveel mogelijk vandaag wegwerken? Ja. Of de hoge druk het doet, weet ik nog niet. Misschien ga ik vanmiddag even kijken en anders morgen. Ben je klaar voor? Het gaat goed en niet goed. Dit zijn alle dozen die nu geprijsd zijn. En deze moeten nog geprijsd. Maar er zijn ook nog wel wat spullen hierachter. Die ik nog moet uitzoeken. Dus ik dacht eigenlijk, ik ga lekker. Maar
Nu hebben Elias een opdracht van school die gefilmd moet worden. Dus die is naar een vriendje. Maar Lamero heeft diezelfde opdracht. En die is bij mij thuis. En dan gaan ze pannenkoeken bakken. Dus ik moet sowieso tussendoor weer naar huis. Het gaat allemaal niet vanzelf. Rufiana is lekker aan het spelen. We zijn nu thuis. Ik was wel even vergeten dus dat de jongens zouden komen. Ik had een paar weken geleden al gezegd dat het wel kon. Maar ja, nu komt het komt natuurlijk eigenlijk nooit helemaal uit. Maar het is wel gezellig. De hele keuken staat vol met jongens. Hallo. En een meisje. En een meisje. Ja, en twee meisjes. En jongen. We hebben een kleine pan nodig met olie. Oké, ga ik voor je pakken. Wat gaan jullie maken? Pannenkoeken. De eerste pannenkoek is gebeurd. Moet ik een proeven voor je? Aardbeien, doen we er ook nog stroop of zo? Ja, tuurlijk jongen. Ja, nee. Pannenkoek. Zal ik het doen? Durf je dat aan? Ja. Niet op één klot naar jou veel. Gewoon zo een beetje. En ook op deze. Kom, draai die kant om. Best wel. Wat gaan we nu doen? Op eten! Rems! Nee, ik wil dat stuk. Er zit geen stroop op. Er zit wel stroop op, alleen heel weinig. Ik ja, Mats, zie Mats, die is binnenkort jarig. Mats is op. Dan moeten wij deze even zo doen. Dit is serieus zo lekker. Ja. Goed gelukt dus. Ja. American pancakes, zijn ze anders dan gewone pannenkoeken? Heel klein, ja, heel dik. Nou, het valt nog mee. Hier een klein beetje. Nou, voor 4 jongens uit groep 8 valt het mee. We hebben een spelletje voor de verkoop. Vianna gaat hem even demonstreren. Oh! Oh! Je moet niet er tegenaan! Rustig, stil die hand! Wel moeilijk, of niet? Woensdagavond was een gekhuis vandaag met werk. Het is volle bak. Vanavond blijf ik ook doorwerken. En nu even lekker een napje eten. Even een beetje kip gehaald samen met mijn broertje. Dus gaan we even lekker een napje eten. En dan weer door aan het werk. Misschien straks tussendoor even gauw naar de kapper nog. En even die baard scheren, want het is chaos. Dan verder werken. Wordt weer een latertje vandaag. Maar eerst even lekker smikkelen. Altijd druk, je bent. Wat een keel. Woensdagavond nog steeds. Even pauze van werk. En ik heb Lamero net even opgehaald. We gaan samen even naar de kapper. Ja. Wou die Ronaldo kapsel nog? En mijn kapsel? Jenna gaat naar school toe. Morgen hebben we in de middag vrij. Ja, en 's ochtends? Wanneer? Morgen. Dan gaan we koning spelen. Elias heeft trouwens gisteren ook wat gekookt met vrienden. Ja. Wat had jij gemaakt? Appelflappen. Gebakken dus. Ja. En niet geproefd helaas, hè? Misschien nee. Vandaag. Nou ja, het is donderdag. Maar ja, morgen is dus koningsspelen en overmorgen dus al koningsdag. Jij, ga jij wat leuks doen of niet, Fiona? Ga je mee met mama? Waar naartoe? Naar oma weer werken. Dan wil ik ook mee, hè? Oké, dan mogen jullie allebei mee. Gezellig. Ik ga de kat even snel verzorgen. Dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Kijk, ze beginnen allemaal een beetje te lopen. Hallo. Gaat ze niet voor je staan, hé? Kijk, de kleine gaat ook lekker.
Oogjes zijn mooi open inmiddels. Ja, hier gaan ze lopen. Hallo. Ze gaan er nog net niet uit. Maar als ze eruit gaan, dan moet ik natuurlijk de tent dicht gaan doen. We zijn natuurlijk weer bij de garageverkoop. Dennis is er ook. Bezig met Fixpo. Ja, ik zit boven achter de computer. En een beetje werken tussendoor. En een beetje eten. Ik heb even dit gisteren gemaakt. En Dennis en zijn papa hebben dit uitgeprint. Dus mensen kunnen hier ook online betalen. De prijslijst hebben we. En wat hadden we nog meer, Dennis? Niet betreden. Ja. Wel betreden, maar op eigen risico. Dat is voor de luchtkussen. Maar dit is top, hè? Dus even zo'n geplastificeerd dingetje erover. Ja, de kans bestaat dat er toch buien komen. Dus het wel een beetje beschermd hebben. Heb je mooi gemaakt. Nou, jij ook. En je vader. We gaan even boodschappen doen. Voor jouw verjaardag. Voor Koningsdag. Normaal doen we altijd even lekker iets maken. Broodje hamburger of wat dan ook. Maar ja, nu zitten we zaterdag vast. Ja, een drukke dag. Met Koningsdag natuurlijk. Nou, dan zondag gelijk die verjaardag erachteraan. Ja, zondag ben ik jarig. Dus dan, even snel pizza's er doorheen rammen. Ja, een keer makkelijk. Ook niet verkeerd. En... We hebben ook nog even een tas opgehaald. Laat ik jullie straks even zien wat erin zit. Ook iets leuks, hè? Jazeker. Even het laatste stukje. Ik ben blij dat Lamero het doet, want ik had zelf niet heel veel zin meer in. Goed zo, jongen! Van harte gefeliciteerd! Opa en oma, allebei jarig. Opa wordt 60, dus die krijgt een mooie pop. Ja. Ik hoop dat hij blijft staan. Het is niet echt lekker weer. Morgen doen we een klein feestje. Ja. Even lekker gezellig langs. Ja. Gezellig, even een daadje. Wat is het vandaag, mensen? Jullie zijn helemaal in het oranje. Koningsdag! Nee, morgen! En vandaag? Koningsdag. Heb je er zin in? Jawel. Ik heb ook school Koningsdag. En gaan jullie ook lekker ontbijten? Ja. En Lamero die komt zo even langs fietsen. En ik heb nog een paar smoothies te doen. Daar komt ie. Oh, zo leuk. Heb je zin in dit feest? Ja. Nou, daar hebben we Lamero. Heb jij de zin in vandaag? Ja? Nou, mooi. Veel plezier. Oh! Nou, het begint niet helemaal goed, Lamero. Normaal dan help ik wel even op school, maar ik ben natuurlijk te druk met de garageverkoop. Jullie redden het ook wel zonder mama, of niet? Het is vrijdag. Jij hebt hier geen koning spelen, zo te zien. Ja, ik heb ook een beetje oranje hier. Fixpo site. Bijna online? Ik hoop het. Nog wel veel werk. Ik ga een beetje vals spelen. Ik ga dit niet meer uitzoeken. Ik zet het gewoon in de schuur. Komt wel een andere keer. Wat is je? Hallo, boefjes. Hallo. Dus, ik ga zo naar mama. Ik heb er alweer een paar uurtjes op zitten hier. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik geef mezelf nog 2 uurtjes om dingen te prijzen. En dan ga ik er vandoor. Vrijdagmiddag. Het is weer een lekker chaotisch dagje vandaag. Druk met werk. Maar vanmiddag vooral druk met dingen regelen voor zondag. Dan is Vera jarig. Terwijl natuurlijk... Cadeautjes inpakken, een beetje versiering geregeld.
Zometeen nog een cadeau ophalen. Vanavond gezellig een verjaardag van mijn ouders. Ze zijn allebei jarig. Mijn vader is 60 geworden, mijn moeder 58. Dus dan gaan we vanavond lekker een taartje eten. Gaan we het niet heel laat maken, want ik hoorde van Vera dat ze morgenochtend om 6 uur al paraat wil staan bij de moeder. En 5. We gaan hem vast testen. Testen. Ja, doe maar aan. Ja, aan. Hé, hey, schoenen uit en glijden. Ik ga nu beginnen. Er staat nu nog niks. Ik ben de hele nacht half wakker geweest, want we hebben van die luilakken noemen ze dat. En dan gaan er allemaal van die brommers zonder uitlaat, keihard door de straat schreeuwen. Nou echt, om 3 uur zat ik 1 keer helemaal rechtop. Maar we gaan er wat van maken. Aan de slag. En ik ben niet alleen, want zij is ook al wakker, Kiana. Ja, om 6 uur toch? Ja, 6 uur is al wakker. Die is ook al wakker. Is hier rommelmarkt of die zo? Die is al wakker. Nah. Familie. Hier is mijn broertje nog bezig geweest. Luca. Leuk hè? Ik ga zo naar de poster hangt. Ik ga jou even gas geven. Ja. Wat ga je doen? Ach, joh, met jou meelopen. Oké. Okay. Vind ik leuk. Zaterdagochtend en het is Koningsdag. Ja. We zijn onderweg naar oma. Vera, mama, die is vanochtend, ik weet niet hoe vroeg ze erin ging, 5:15 of zo? Heel vroeg. Maar je draaide ons toen nog even gauw een keertje om. We hebben ons daarna klaargemaakt, even de katten verzorgd. Eier. Daar heb ik gisteren al opgezeten. Echt? Ik niet. Kijk eens even, ze zijn al volop bezig hier. Wat zie je allemaal leuke dingen? Kiana zorgt even dat de mensen komen. Hier is ons spandoek. Allemaal kleding, springkussen. Dennis. Ben je klaar voor? I am. Troepjes hoek, maar hier is de muziek. En hier natuurlijk de garage. Nu zag ik hier twee hele mooie jongens die drinken verkopen. Koffie, thee, limonade zag ik staan, frisdrank, boterkoek. Ja, ik wil graag wel een bakje koffie als dat mag. Nee, gewoon zwart alsjeblieft. Een eurotje voor een bakje koffie mensen, waar vind je dat nog? Een eurotje. Dus de markt is geopend bij deze. We hadden wel iets later op kunnen staan, of niet Myla? Ja, toch? Bijna iedereen toetert, misschien omdat familie Loka is. Omdat we hun altijd filmen, maar soms zitten maar heel veel mensen kijken het ook niet, hè? Ja. Nou, we gaan gewoon even geduld hebben. Kijk, Kiana is heel fanatiek. Die zit gewoon bij de ik ga meehelpen. Het is al wel 10:30. Ja, maar... En we hebben hoeveel dingen al verkocht? Nul. Oh, chips. Eén iemand, die zei, we komen op de terugweg. Ja, dus we hebben heel veel hoop, hè? Ja. Ja. Nou, ik lach wel, ik vind het eigenlijk helemaal niet lachen. Nee, hè? Dit is echt vreselijk. Eigenlijk is het gewoon bijna een beetje zielig. Ja. Maar ja. Hun zitten ook zo leuk met de paraplu's. Je moet het wel zelf leuk maken, hè? Dus we hebben wel onze feestje. Je hoedje is wel gelukt, ja. Myla gemaakt.
Mooi. Ja. Nou, iedereen gaat lekker fietsen en fietst keihard langs. Ook heel leuk. Kijk, komen ze weer? Kijk, daar gaat Kiana, gaat allemaal flyers aan. Kom dat zien! Flyer. Ja, zie. Ja, pak het wel. Ah, jammer. Chips. Nou, er zijn wat mensen geweest en het is droog. Dus nu kan het allemaal losgaan. Ik vind het wel geslaagd. Het mag wel ietsjes drukker worden nog, maar het weer is gelukkig goed. Ja. En net hoog bezoek gehad. Ja. De burgemeester, dat was wel even leuk natuurlijk. Kijk, ik ben altijd zo van, ik vind iedereen hetzelfde. Niemand staat boven mij of niemand staat onder mij. Maar dat zo'n man, die rijdt hier langs en die denkt, ik ga toch eens even een bezoekje nemen. Dat vind ik wel heel gaaf. Ja. Dat vind ik echt, kan ik zeker waarderen. Ja, dat is leuk. Kinderen vermaken zich goed op het springkussen. Ja, eigenlijk niemand vertrekt zonder wat mee te nemen. Ja. Nou, deze loopt erop. Net wat vrienden op bezoek gehad, was ook leuk natuurlijk. Ja. Nou, lekker heb je gegeten. Familie nu op bezoek. Dus ja, het is allemaal wel leuk. Geslaagd. Tot nu toe. Aan het einde van de markt. Ik ga zo langzaam een beetje opruimen. Ik wil sowieso Romy en Ben heel erg bedanken voor het helpen, want die hebben echt heel veel gedaan. Mijn moeder natuurlijk, Dennis en de rest van de familie. Ik ben heel blij dat ze wilden helpen. De kinderen hebben natuurlijk ook goed geholpen. Kiana en Myla ook, die hebben echt heel veel gedaan. De jongens ook voor het drinken, uitdelen en alles. Dus ik ben heel erg blij dat het allemaal gelukt is. Hopelijk volgend jaar weer en dat er dan iets meer mensen komen. Of misschien dat we het nog een keer doen dit jaar. Dat gaan we wel zien. Vind jij het wel leuk? Ja. We zijn alweer aan het einde van de dag. Ja. Hoe vonden jullie de dag, iedereen? Leuk. Leuk, denk ik. Ja, ik ook leuk. Maar ik heb mijn oorbellen van moeder. Ja, mooie oorbelletjes in, hè? Ja. Nou, al het werk was het op zich niet helemaal waard. Want we zijn niet overdreven veel mensen geweest. Maar we hebben een hele leuke dag gehad. En een springkussen. Ja, en ik zou het zo willen. Springkussen. Dus bedankt voor het kijken. En ook tot de volgende keer. Doei!